Want hij heeft iemand nodig blijkbaar. Zegt net, ik heb een dronemannetje nodig. Ik ben heel erg benieuwd. Een hele goede morgen, dames en heren. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik loop nu lekker naar de bus toe, want mijn fiets is niet heel erg goed meer. En ik ga vandaag lekker naar de Mediamarkt. Ja, voor de 10.000ste keer deze twee weken volgens mij. Ja, dat is een beetje jammer, maar ik heb dus een harde schijf nodig. En ik heb gisteravond dus ook mijn SD-kaart per ongeluk gemont. Ik zal straks even laten zien hoe die eraan toe is. Maar die ziet er niet meer goed uit, die kan ik niet meer gebruiken. Nou, we zijn bij de Mediamarkt aangekomen en nu gaan we maar eens even lekker naar binnen. Het is nu trouwens 2 uur precies en Niels Vermeulen, Niels die je gisteren nog in de vlog hebt gezien, die heeft nu dus een rijexamen. En ik zal jullie straks even laten weten wat het is geworden, of het heeft gehaald of niet. En Niels in ieder geval heel veel succes nu. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het wel gaat lukken, want hij heeft genoeg rijlessen gehad en hij kan het zeker wel. Ik heb er vertrouwen in, het komt helemaal goed. Ik ga in ieder geval even lekker naar binnen naar de Mediamarkt. Overigens, dit is allemaal niet gesponsord. Maar ja, ik heb geen keus om toe te gaan, want er is eigenlijk niet iets anders in de buurt. Nou, ik denk dat ik eruit ben. Het wordt waarschijnlijk deze. En die ga ik gewoon thuis neerzetten. En die andere die ga ik lekker elke keer meenemen, want ik heb hem al deze dus. Het is 1 terabyte en die andere is 2 terabyte. Dat is eigenlijk ook wel fijn om gewoon een vaste te hebben die ik gewoon even kan laten staan. Dat ik alles op kan zetten steeds. Daarmee gewoon alle backupstanden opzet die ik dus niet nodig heb op mijn grootouders schijf. Zo een beetje gaan werken denk ik. Het is wel slim. Dat ik ook niet mijn belangrijkste standen altijd bij heb. En als ik kapot ga dat aan één keer alles weg is. Voor €36. Beetje veel. Het is voor een goed doel hè. Maar dan gaan we maar eens even onze zakken leegmaken hier beneden. Helaas. De schijf is binnen en ik word zo meteen waarschijnlijk gebeld door Tom de Jong. Want hij heeft iemand nodig blijkbaar. Zegt net, ik heb een dronemannetje nodig. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga in ieder geval wel eventjes nog naar de IKEA toe. Want ik wil even lekker een lunchje meepakken. Zal ik wel chill daar. Of een ijsje eten. Kan natuurlijk ook nog. Maar ik ben benieuwd. Ik zal zo even vertellen waar het over ging. A few moments later. Ik kreeg dus juist een belletje van Tom. Hij wilde graag weten of ik met de drone kon komen vliegen voor een bepaald project dat hij heeft. Hij werkt nu volgens mij een tijdje bij reclames en promotie en zo. En hij vroeg zich af of ik kon komen filmen in Amsterdam en omstreken voor een bepaalde video. Dus, en dat zou dan volgende week donderdag zijn volgens mij. Dus ik heb gezegd dat ik wel kan en dat het me leuk lijkt om te doen. Hij komt later bij me terug of het doorgaat of niet. Maar het lijkt me in ieder geval heel erg tof. Even lekker met de drone op pad richting Amsterdam. Is nooit verkeerd natuurlijk. Heel erg chill om gewoon eventjes lekker bij de IKEA eventjes een theetje drinken of een colaatje. En dan gaan we nou even lekker weer terug richting huis. Ik heb mijn harde schijf dus gekocht en ik ga zo meteen even alles gelijk even overzetten. Want ik heb dus die ene kleine van 1 terabyte, die ga ik voortaan altijd meenemen. Met de bestanden die ik echt nodig heb. En die andere die ga ik gewoon thuis gebruiken om daar steeds alles op te uploaden. Een soort van backup.
Net heeft Niels een berichtje gestuurd naar mij dat hij het niet heeft gehaald, helaas. En ja, dat is wel jammer. Ik had hier een ingreep gekregen van de examinator en had wat dingetjes fout gedaan. Dus helaas heeft hij het niet gehaald. Nou, we zijn dus thuis nu. En mijn harde schijf heb ik nu dus hier. Ik had het net al even laten zien in de IKEA. Dat ik hem aan het uitpakken was. En ik wil eigenlijk even kijken wat het eigenlijk was. Maar het is eigenlijk dus gewoon een doosje. Simpel is het. Hij is wel helaas wel op netstroom deze. Want omdat hij is heel erg snel. Dus dan moet hij ergens stroom van halen. Anders maak je heel je laptop niet kapot natuurlijk. Anders trek je heel je laptop leeg. Constant. Dat is niet zo heel erg handig om dat te doen. Dan raak ik al mijn bestanden van die kleine harde schijf die ik daar heb liggen. Die je waarschijnlijk ooit hebben gezien. Ik kan het trouwens wel even laten zien. Maar de kabel is niet zo heel erg lang. Zo ziet hij eruit. Dit is deze. En dit is de nieuwe. Dus die lijkt er heel erg op, maar het is gewoon drie keer zo dik. Er zit ook volgens mij bijna drie keer zoveel geheugen op. Dus dat scheelt dan ook. Maar ik ga dat nu even allemaal overzetten. En ik hoop dat het een beetje snel gaat. A few moments later. In ieder geval, het overzetten van de bestanden duurt ontiegelijk lang. Want het is natuurlijk ook gewoon bijna 1 terabyte die ik eventjes op een andere harde schijf wil zetten. Dat is natuurlijk niet niks. Zo, wat echt een super lekkere training. Echt, echt heel erg lekker. Ik moet zeggen dat ik wel op een gegeven moment erg last kreeg van mijn buik en van mijn maag. En dat was best wel jammer, want ik moet zeggen dat ik wel echt heel veel zin in de training had. Ik ben even lekker naar de wc gegaan, eventjes lekker, even lekker zitten. En daarom ging het redelijk over. Maar ja, ik heb dus wel nog steeds last ervan. En zaterdag is hij begonnen. Dus ik weet niet precies wat het is. Maar ik weet wel dat ik morgenavond dus niet ga trainen. En dus even mijn rust ga pakken. Want zaterdag hebben we gewoon een wedstrijd. En de donderdagtraining is iets belangrijker dan de woensdagtraining. Omdat we gewoon eventjes... we moeten gewoon even knallen. Ik ga nu in ieder geval lekker richting Breda. En lekker de warmte op zoek in mijn bedje. Ik ga je dan ook lekker de vlog afsluiten. Hier in deze heerlijke niet warme ruimte. Die wel warm zou moeten zijn. Rotterdam Centraal. In ieder geval, ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden vandaag. Doe als je het leuk vond, zeker even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Aan het einde van deze video staat mijn snapcode voor Snapchat. Scan die even, volg me op Snapchat als je het leuk vindt. Instagram staat er ook bij. Als je het leuk vindt, kun je me daar ook op volgen. En dan, dan hoop ik eigenlijk morgen weer te zien bij een gloednieuwe, verse vlog. Houdoe!